Westtour 32. We gaan een steegje vandaag. Ik neem jullie mee. Ik heb geen bolide, maar ik ben met de Busy Bike. De Busy Bike. West Eban. Zo lukt het ook. Zo lukt het ook. Wow. Stabilisatie is ver te zoeken hoor. Wauw, we komen hier in een gevaarlijke wijk. In Amsterdam. Hey, wow. Oké, kom van ver, mijn vriendin heeft net mijn haar gesneden gisteren. Maar ik zie er weer al uit als een ongelikte beer. Skeren man. Maar daar draait het hier vandaag niet om. We zijn hier in een vooropgestelde wijk. Met andere woorden, waar de bourgeoisie thuis is. Dokters, apothekers, dierenartsen. En dat is dezelfde Karel Sabbetrail. Dat is een tandarts. Jeez bro, die man is overal. Je ziet het hier wel mooi aangelegd. Niet echt de bedoeling van te chillen. Op bokken uit mijn wijk. Dat is een beetje de leuze van deze parochie. Maar ik zou zeggen, hou je borden clean. Mijn conditie is ook niet meer wat is geweest, maar het is ook wel een heel apart fietsje. En 's middags kom ik hier vaak mijn broodje eten. Zoals jullie weten, ik ken elke plekje. Maar zoveel soeps is het niet. Oké, maar wij gaan nu de Return of the Underground helemaal achterdoor. Maar ja, al deze rijhuizen hebben ook een achterkant, hebben een achtertuintje. En hier komen we zo terecht. Eén zaak staat te koop. De Gulzegaards of de Anzegemenaar, ik weet niet. En die gaan wij bezoeken vandaag. Alhoewel ik nu zie dat hier een wagen staat. Kijk, de lijzen frontaal. CFS. Onka. Wat denken jullie? Ga ik het riskeren? Julia on the road. Staan tapkraam, dat weet ik. We gaan eerst even helemaal tot het einde gaan. En Mattie, ik haal hier elke straat uit. Ik zit hier gewoon in mijn middagpauze. Ik heb een uurtje pauze. Time is money. Verboden toegang. Dank je. Maar ja, de bedoeling is dus dat ik hier kan genieten. Ik wil ook genieten. Ja, en hier is het verpest, man. Hier komen we aan de achterkant van het Bolle Bos, de school. En wie wil kan een gratis potiroen mee hebben. Oh, n'importe quoi la famille. Ik passeer langs een basisschool. Mensen zien me met gimbal. Mensen roepen Ewa naar mij. Mensen hoor ik rumoerig zeggen van die man is zeker gaan urbexen. Bro, dat zijn twee termen. Als ik die gebruik bij mensen van mijn leeftijd of ouder, moet ik het altijd uitleggen, de term urbex. De term Ewa. Bredas, wil dit zeggen dat ik de gemiddelde leeftijd heb van een kind van de basisschool? Dat belooft niet veel goeds. Dat is misschien de reden waarom deze channel niet ontploft. Maar we gaan nu even op de achtergrond blijven. Volgens mij is deze loods, deze silo ook verlaten. Het tuinhuis krijg je cadeau van mij. Jammer dat na 25 jaar deze zaak moet failliet staan. Bankroet. 25 years of pleasure. Jullie zien het ook aan de gordijnen. Spinnenwebben. De feestzaal, de tapkraam. Hier zijn duizenden pinten getapt. Honderden vuistslagen gegeven. Vijgen van de boom geplukt. En hier de authentieke tapkraam. The urban is real, la famille. The urbex is real. Ze hielden van Manster, Sississis en de Brugse Zots. Ah, het Gaperke, voilà. Dat is de naam van het café, het Gapertje. Zo dit café, etablissement, eetzaal, evenementenhal, wat je maar wil noemen, heet... De Gaper. De gapende tapper. De gapende tapman die tot de laatste uurtjes bier zat te serveren.
bier en vertier en zijn klanten. Yes, man. Het gapertje. Het gapertje, dat is een beetje... Zoals je de brillen hebt in Oudenaarde, heb je de gaper in Anzegem. De belleman van Rons, de zot van Brugge. De gierige Gentenaar aan, no bro, maar in Anzegem noemen we het de gapers. Mensen houden van slapen, of niet van slapen, daarom gaan ze gapen. So, it was my lunchtime experience, exploration. Hopelijk zijn we niet gepakt, want dat kan mijn dure duit kosten op het werk. Kijk, wij gaan nog even naar Van Voor. Het is gewoon een... Hoe heet je dat? Een steekproef video. Ik ga op onderzoek voor jullie. Vinden jullie dat het de moeite is? Ga dan zelf. Luister niet naar mijn raad. Ik toon jullie gewoon. En ik ben jullie leidraad. Saf, ik zie hier tennisplein. Voetbalveld. Allemaal, bro. En remmen zijn, staan er niet meer. Dus dat is fucked. Oké, rustig. Een fietspad, eindelijk geen stress. En Anzegem heeft het allemaal. Bro, dat is goed verstopt, maar ze hebben voetbalveld, tennisplein, bibliotheek, giro, meerdere scholen, werkfaciliteiten, supermarkten, garages, een verhuurbedrijf. Everything you wanna know, bro. En Ansold, tweedehands kledij. Dit is de weg die ik neem elke dag om naar het werk te gaan. Totaal niet interessant voor jullie, maar voor mij ook niet. Maar je moet het doen. Je moet het doen om te kunnen doorgaan. Keep the people going, bro. Dit was het La Famise. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. We moeten roeien met de riemen die we hebben. We moeten het doen met de luttele tijd die ons rest in deze drukke werkweek. Dus als ik nog een mooie tip mag meegeven. Met een lekkere ginger in de hand. Kom je door heel het land. Geen teentje lok, hier een piemeltje gember. Do you remember? Bradas. Beter dan al die maagmedicatie.